Nou, we hebben aan de hand van een aantal artikelen hebben we geconstateerd dat er een heleboel negatieve reacties op kwamen. En toen hebben we bedacht van laten we nou eens ook eens een stukje inkaderen van zijn er nou ook voorstanders van die tram? He, want het is nog niet zo ver hoor, want het zijn nog maar plannen. Stadsregio Amsterdam wil die Amstelveenlijn doortrekken naar Uithoorn Centrum. En daar zie je hierachter, zie je hiervan mogelijk het eindpunt. He, dat is het oude spoorhuis. Maar dat is, ja, het is een veelbesproken onderwerp, laat ik het dan zo zeggen. Voorstanders, tegenstanders, die zitten elkaar een beetje in de weg, zou je kunnen zeggen. Maar, en toen zeiden we van laten we nou eens een stukje erin zetten. Zijn er ook voorstanders? Nou, dat hebben we geweten. In tijd van een dag meer dan 100 reacties, meer dan 100 mailtjes. En dat gaat op dit moment nog steeds door. En een heleboel telefoontjes. En die reacties hebben we verwoord in een pagina waarbij de mensen kunnen lezen. Nou, ik ben voorstander, maar er zijn natuurlijk ook een paar mensen die tegenstander zijn. En dat is hun goed recht, want dat zijn voornamelijk mensen die in die bocht aan de Zoom wonen, in de Weegbree, langs de spoorbaan, laat ik het zo zeggen. Want die krijgen dat ding vrijwel achter hun tuin langs. En die zijn daar niet zo blij mee. Aan de andere kant wordt er dan gezegd, moet je voor het algemeen belang nou zeggen van die tram komt er niet? Ik weet het niet. Het is een zaak die over vier partijen gaat. We hebben de gemeente Uithoorn, we hebben de gemeente Amstelveen, we hebben de stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. En die bepalen straks of het wel doorgaat of niet doorgaat. Er zit een heleboel haken en ogen eraan en dat zou voor deze zomer zou dat dan zijn beslag krijgen. En dan is het dan maar de vraag of het doorgaat of niet doorgaat. Dat weten we niet. Nou, hun argumenten waren, ik kom sneller in Amstelveen, ik kom sneller in Amsterdam. Straks hebben we in Amsterdam station Zuid. Dat wordt het knooppunt van alle lijnen die hier dus vanuit deze zuidelijke regio naar Amsterdam gaan. Stadsregio wil veel minder trams en bussen uit de regio in de stad hebben. En iedereen moet dan overstappen op station Zuid. En daar gaat deze tram gaat daar rechtstreeks naartoe. Want heel veel bussen staan op de Zijdelweg vast in het verkeer. En toen zeiden een hele hoop mensen, nou, ik ben er wel voor, want dan kan ik lekker op de tram stappen en dan kan ik mijn auto er laten staan en dan zit ik in de mumfertijd in Amstelveen.